cakejes. Voor je kids, zonder suiker, met havermout en banaan. Nom 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 nom. Wat heb je nodig? Overrijp bananen, havermoutvlokken, melk. Dat kan zowel kokosrijstmelk zijn of koeienmelk. Ik heb nu even geen kokosrijstmelk in huis, maar normaal doe ik dat gebruiken. 100 ml. Van de kleine keuken kokosaardbeien havermout. Dit is echt super lekker erin. En dan vul ik hem aan met gewone biologische havermout. En een theelepel baking powder. En dat zijn de ingrediënten. En nou gaan we het maken. Super easy. Super easy. Echt waar. Ik beloof het je. We beginnen met de bananen. Hier doen we even. Doen we eerst. Zo overrijp dat ze gewoon niet meer van het stokje afkomen. Kijk, dit zijn echt van die bananen, die wil je echt niet meer opeten omdat ze zo vies glibberig zijn. Oké, dit stukje is wel heel vies, dat gaan we even in de bak gooien. Dit gaan we er niet in doen. Zo. Slecht. Die is al echt zo, dit kan er wel in, maar dit laten we maar even niet doen. Maar je hebt in principe 3 overrijpe bananen nodig, dus ik vind het helemaal niet erg dat er wat stukken nu afvallen, want anders heb ik eigenlijk een beetje te veel banaan. Quint wilde deze week echt geen banaan eten, dat heb je soms met kinderen. Geen appels, willen ze appels? Heb je bananen, willen ze ze niet? Heb je ze niet, dan willen ze ze wel. Dan gaan we even herrie maken. Is dan een beetje vocht toevoegen. Gaat het even iets soepeler. Thank you.
Ook deze moet natuurlijk in. De eieren kun je eruit laten. Je kan dit ook heel makkelijk vegan maken. Gewoon plantaardige melk, geen eieren erin. En dan worden het ook echt cakejes. Maar vandaag ga ik voor een niet vegan. Ze zijn zo voedzaam dat ik ze ook heel vaak als ontbijt aan mijn zoon geef. Ideaal. Dan zeg ik, wil je een taartje eten? En een taartje willen ze altijd wel. In ieder geval die van mij wel. Net zo'n moeder. Hè? Maar als je dan gaat snoepen, kun je beter gezond snoepen. Een beetje een te dik beslag zijn, maar het moet absoluut geen deegje worden. Maar deze zo lekker ploep, dat is helemaal goed. Nou, veel overrijpe banaan hebben, wat meer maken en het is veel te veel voor binnen. Ja, je moet het binnen 5 dagen consumeren. Je kan het in de koelkast bewaren. Mocht het nou een beetje te veel zijn, dan kun je ze dus ook heel goed invriezen en gewoon per dag uit de vriezer halen of om de 3 dagen uit de vriezer halen bijvoorbeeld. Dat kan ook heel goed. Eerst even goed laten afkoelen. Dan in de koelkast en dan in de vriezer. Of goed laten afkoelen en gelijk in de vriezer. Kan ook. Helemaal prima. Zo. Ik ben vergeten de oven voor te verwarmen. Heel handig. Op 180 graden. Er 30 minuten in. Dus wat lagere temperatuur, maar wel ja, nog best wel lang moeten ze in de oven. Maar volgens mij was het 30 minuten. Ik ga het zo even checken. Maar ja, ik kom zo bij jullie terug. Je zou natuurlijk ook nog fruit kunnen toevoegen, blauwe bessen, stukjes appel. Zo. Ik
je graag precies wil afwegen hoeveel havermout je nodig hebt, dan kun je 140 gram havermout nemen. Maar ik vind het altijd fijn om op gevoel te bakken en te koken. En eigenlijk gaat dat altijd goed. Maar voor de mensen die dat niet prettig vinden, 140 gram havermout. En dan doe ik ongeveer 1/3 van de kleine keuken. Maar je kan dat ook helemaal zonder de kleine keukenverpakking doen met kokos en aardbei. En dat is natuurlijk ook helemaal geen probleem. Dat kan ook. Heel goed. We gaan ze in de oven zetten. Yeah.